Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport. De zevende wedstrijd van Tempo in de Korfbal League is een uitwedstrijd tegen DOS 46. En in Nijenveen komt Tempo op een 1-0 achterstand. Visser maakt dit doelpunt. Maar niet veel later is de 1-1 in de maak en is het Van der Weijden die de stand weer gelijk trekt. Tempo won vorige week zijn allereerste wedstrijd ooit in de Korfbal League. Thuis werd er met 1 doelpunt verschil gewonnen van Blauw-Wit Amsterdam. En in het verre Drenthe komt Tempo op 1-2 via Schreuder. Vervolgens trekt DOS weer de stand gelijk. Visser speelt hem af. De combinatie via Steenbeek en Van der Weijden. En dan is het 2-3 voor Tempo. Nemen de Alphenaren weer een voorsprong. Komt DOS weer gelijk. Voor deze strafworp gemist door Martin Steenbeek. Maar Boerjelle krijgt een herkansing. En dan is het 3-4 voor Tempo. Gelijk opgaande wedstrijd. 5-5 inmiddels. Als we richting de helft van de eerste helft gaan. En DOS 46 dan weer een keertje de leiding neemt. 6-5 voor de thuisploeg. Voor wie deze wedstrijd natuurlijk gewonnen moet worden om uitzicht te houden voor een plek in de play-offs. De grote favoriet om bij de top 4 te eindigen is DOS 46 niet, maar wel een outsider. En het scoort hier een aantal doelpunten op rij. Onder meer deze van Hinsbergen. 8-5. Wouter Blok, de coach van Tempo, neemt dan een time-out. En Tom Steenbeek maakt er 8-6 van. Hier de kans om er 8-7 van te maken. Schreuder. En haar tweede doelpunt van de wedstrijd. En dan is Tempo weer helemaal terug in het duel. Want een marge van 3, die kan je in het korfbal zomaar goed maken. En dus kan je ook zomaar weer uitlopen naar 2. En dat doet DOS 46 dan ook. 9-7. Hoekstra met het doelpunt. En hier worden 10-7. Mooi afstandsschot. Wordt binnengeschoten door Visser. Van der Weijden. 10-8. Zo blijft Tempo goed bij. Als we de slotfase van de eerste helft naderen. Nog een paar seconden te spelen. Snelle aanval nodig voor DOS 46 en die gaat erin. 11-8. En dat is dan waarschijnlijk de rust. Dan nee, want met een paar seconden te spelen denkt Jelle Steenbeek, ik schiet die bal gewoon vanaf de middenlijn richting de korf en ik zie waar die belandt. Nou, precies erin. 11-9 de ruststand. Tempo doet het prima in de eerste helft. Het tweede bedrijf dan. Schot, doelpunt. 12-9 voor DOS. Malenstein met de goal en wederom een punt dat gemaakt wordt door diezelfde Max Malenstein. 13-9. Dan moet Tempo nu gaan oppassen dat DOS niet veel te ver gaat uitlopen. Want dit is 14-9. Zwolle. Tempo heeft het even niet meer. Niet één bal gaat erin. En bij DOS lijkt alles er wel even in te gaan. 15-9. En dit is 16-9. Hinsbergen wederom met het doelpunt. En dan is de wedstrijd gespeeld. In een paar minuten tijd in de tweede helft. DOS geeft even gas. En loopt uit. Van 11-9 naar 17-9. Het verschil is 8. En dat zou uiteindelijk oplopen tot 11. Misschien is het wel 12. Maar haal dat woordje misschien maar weg. 21-9 voor DOS. En dan is de afstraffing voor Tempo ineens heel erg groot. Schot hier van Wolvers. Dat erin gaat. Een eindelijke doelpunt voor Tempo. Daar hebben ze ongeveer een half helft op moeten wachten. Alweer de tweede keer dit seizoen dat Tempo overkomt. Laatste doelpunt van Tempo wordt hier gemaakt door Van der Weijden. De 12e van de wedstrijd. 12 keer scoren in een korfbalwedstrijd is ook gewoon weinig. Te weinig. Ook voor Tempo. Hier wordt de eindstand op het scorebord gezet. 26 tegen 12. Tempo sluit het jaar af als hekkensluiter en zal samen met groen-geel en blauw-wit gaan uitmaken wie van deze drie ploegen er gaat degraderen. De eerste helft 11-9 achter. Eigenlijk nog niet echt een man overboord, vind ik. Alleen, tweede helft verzaken we eigenlijk. Ik vind dat we aanvallend niet, daar eigenlijk helemaal niet uitkomen. En DOS heeft op een gegeven moment aardig rendement.
En schiet ons eigenlijk af. Wat was eigenlijk de boodschap? Ik denk dat we niet meer moeten verwachten dan dit. En dat bedoel ik niet vervelend. Je kan in de hele eerste helft kan je goed bijbenen. En zo willen we tempo graag zien spelen. De tweede helft pakt dos een tandje bij en dan kunnen we het niet meer volgen. Nee. Dat is de realiteit. Je krijgt gewoon op een gegeven moment even ouderwetse korfballes. En je ziet dan wat het niveau in de league kan zijn. En dan hebben we toch wat moeite om aan te haken. En je ziet in alle kanten natuurlijk verschillen. Als je kijkt naar trainingsintensiteit, de ervaring die je hebt. Ja, weet je, dat is gewoon een andere wereld. Ja. Maar ja, weet je, voorlopig doen we op onze manier toch nog gewoon mee. En dat is interessant. We moeten ons denk ik toch blijven richten op groen, geel en blauw-wit. Ja. Dus dat worden uiteindelijk wel de potjes voor ons. En als we ergens anders kunnen sprokkelen, dan moeten we dat niet nalaten, denk ik. Hetzelfde eigenlijk dat we bij DVO uit de kans hadden, maar hebben laten liggen. Ja. Nou, hopelijk kunnen we dat in de tweede helft weer doen. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport.